Het is bijna afgelopen, hè? Het concours. Hoe kijkt u erop terug? Ja, geslaagd evenement. Zes dagen sport gaat hier. Vandaag de ponysport als laatste dag. Ja. En een korte periode opgezet. We hebben eerst even afgewacht wat de coronaregels deden. Dat leek allemaal zo goed. Dus we zijn toen vol voor gegaan. Ja. Om dit evenement weer neer te zetten in de regio. En hoe is daarop gereageerd qua aantal deelnemers? We hebben over alle dagen een goede 1500 staats. Dat was eigenlijk boven verwachting. Waar we eerst niet van weggegaan, maar veel enthousiaste reacties. En waar komen al de mensen, de mensen vandaan? Ja, we hebben heel veel regionale ruiters, maar ook wel ruiters die zeg maar, boven de rivieren wegkomen. En richting van het zuiden van het land. En hoe zag de organisatie eruit? Wat hebben jullie georganiseerd? Ja, we hebben eerst, zijn begonnen met een oefendag. Met springen voor de jonge paarden, zeg maar, konden trainen. En dinsdagavond de eerste wedstrijden. En gisteravond de grote prijs op 1,45 meter. Mm-hmm. En dat was de afsluiting van gisteravond en daarna hadden we nog een afterparty. Oké, dus aantal deelnemers boven verwachting begreep ik uit een eerder gesprek. En het bezoekersaantal, wat vindt u daarvan? Ook boven verwachting. Ja. Gisteren was het ook hartstikke druk. Mm-hmm. En niet verwacht eigenlijk. Dus we hebben, ik denk rond de 7000 tot 8000 bezoekers. Zo. Met deelnemers erbij dan. Dan zal het behoorlijk vol, denk ik. Ja, was vol huis. Oké, al bij al kun je al eigenlijk samenvatten dat het een geslaagd evenement. Oké. Voor de herhaling vatbaar, want jullie organiseren dat onder normale omstandigheden, denk ik, jaarlijks toch? Ja, ook eerste week van maart. Eerste volle week van maart, dan staat Paardloopbrug op de klemmer.